De burgemeester van Venray vindt dat er een wetenschappelijk onderzoek moet komen naar rechtsextremisme in Noord-Limburg. Ja, de provincie heeft te maken met een harde kern van extreemrechtse jongeren. Maar dit geldt niet alleen voor Limburg. Een overzicht van extreemrechts in Nederland. Een deel van extreemrechts is politiek georganiseerd in Nederland. Er zijn 4 in het oog springende partijen. Van extreem tot minder extreem, de NVU, de Nationale Alliantie, de Nieuwe Nationale Partij en Nieuw Rechts. Daarnaast zijn er 10 tot 20 groeperingen. Meest extreem is Blood and Honor Nederland, met daarachter ITH uit Groningen. Aan de minder extreme kant zit de Nationale Beweging. Daaronder zitten zo'n 7000 jongeren met extreemrechtse sympathieën. Lonsdeeljongeren, vanwege hun kledingvoorkeur worden ze ook wel genoemd. Hierover maken de actiegroepen tegen extreemrechts zich het meest druk. Dat is de groep die verantwoordelijk is voor het grootste gedeelte van het geweld in Nederland. Die migranten op straat in elkaar slaan. Die dus scholen en moskeeën in de fik steken. En ja, dat kan je niet bagatelliseren. Er zouden doden bij kunnen vallen. En dus of concentraat deze groepen, wij maken ons daar zorgen om. De Lonsdeeljongeren zitten over heel Nederland. Maar er zijn concentraties in Noord-Limburg, Oost-Brabant, Den Haag, Harderwijk en Dokkum. Ze laten zich steeds openlijker zien. Ze voelen zich steeds meer zelfverzekerd om zich op die manier te uiten. En ja, dat komt door de hele maatschappelijke context. Dat mensen die jongeren niet meer durven aanspreken op hun extreemrechtse uitingen. Dat politici zelf allerlei uiterst rechtse uitspraken doen. En ja, zij voelen zich daardoor zo zelfvertrouwd dat ze zich op die manier durven te vertonen op straat. Ja, het oosten van Brabant is dus een gebied waar extreemrechtse jongeren nadrukkelijk van zich laten horen. Bijvoorbeeld in Ravenstein en omgeving. Ja, daar is het pas opgericht Verenigd Nederlands Arisch Broederschap actief. Ze verspreiden huis en huis pamfletten en hielden afgelopen weekend in Ravenstein een bijeenkomst. Dit pamflet kregen veel mensen in de buurt van Ravenstein in de bus. Het werk van het Verenigd Nederlands Arisch Broederschap. Deze club hield afgelopen zaterdag in dit scoutinggebouw in Ravenstein een bijeenkomst. De scouting zelf wist niet dat de zaal verhuurd werd voor zo'n bijeenkomst. We zijn er pas na de hand echt definitief achter gekomen. We zijn pas maandag ingelicht door de politie. Maar wij hebben deze groep, op grond dat ze de huisreglement hebben overschreden, hebben wij ze de toegang tot het gebouw direct ontzegd. Het Verenigd Nederlands Arisch Broederschap wordt mede gevormd door John Boy W., ook uit Ravenstein, hier rechts op de foto. Ja, dat is de huurder geweest. En wat is dat voor man? Ik zou het niet weten. Bij de antifascistische groepen weten ze wel wat over John Boy W. Die is in 2001 betrokken geweest bij het in elkaar schoppen en neersteken van een allochtone man. Ze vroegen de weg aan deze man omdat ze op weg waren naar een hardcore feest waar ze het adres niet van konden vinden. Nou, toen bleek dat de man die ze aanspraken allochtoon was, hebben ze die dus in elkaar geslagen en neergestoken. Onlangs heeft John Boy W. ook geprobeerd om een Somalisch gezin aan te rijden met zijn auto, omdat hij ruzie met hen had. John Boy W. is al veroordeeld. De politie zegt in een reactie de groep rond deze man scherp in de gaten te houden, maar nog geen reden te hebben gevonden om afgelopen zaterdag op te treden.